wat ik een groot probleem vind, is dat partijen als Microsoft en Google bijvoorbeeld niet het privacy convenant hebben ondertekend. Belangrijk is dat digitalisering geen doel op zich is. Hè? Meer vanuit een eenduidig kader gewerkt wordt. En de minister van Digitale Zaken die zou bij uitstek die rol hebben, denk ik. En nu ligt het Kamerlidmaatschap voor me. Daar heb ik ontzettend veel zin in om daar 4 jaar lang flink de schouders onder te zetten. Welkom en leuk dat je kijkt naar deze video. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Brains is een serie gesprekken over digitalisering en innovatie in het onderwijs. En in deze video aandacht voor de politiek. En bij mij te gast Lisa van Ginneken namens de D66. Ja, D66. Lisa, van harte welkom. Dank je. Toch een beetje de onderwijspartij, hè? Mag ik het zo zeggen? Met een hoofdletter O, zei Sigrid onlangs. Ja? Ja. Met een hoofdletter O. Ja. Als je nou, ik wil zo meteen inzoomen op dat onderwerp, hè, digitalisering en innovatie in het onderwijs. Maar even in algemene zin, het is een hele open vraag. Hè, maar waarom is onderwijs zo belangrijk in jullie partijprogramma? Nou, wat ons betreft is onderwijs staat aan de basis van iedereen gelijke kansen geven in onze samenleving. En dat betekent dat je mensen gewoon echt een goede start moet geven. En het onderwijs moet een veilige plek en een kansrijke plek bieden aan iedereen. Ongeacht afkomst, wijk waar je woont, inkomen van je ouders, kleur. Ongeacht alles. Ongeacht alles. Ja. Die plek waar iedereen zich optimaal kan ontwikkelen, dat moet het onderwijs zijn. Een van jouw specialiteiten, ook als rol binnen D66. Het is spannend, we spreken elkaar vlak voor de verkiezingen. Mm-hmm. Je staat op nummer 22. Wat denk je? Ik denk dat we zeker 22 zetels gaan halen, zei de optimist. Dus daar kom je gewoon in. Ja, dus ik kom in de Kamer, daar ga ik vanuit. En wat heb jij zelf met onderwijs? Nou, ik heb onderwijs genoten. Nee, dat is flauw. Ja. ik heb een carrière in de ICT achter de rug. Dat klinkt alsof ik met pensioen ben, dat is zeker niet zo. Nee. Maar ik heb binnen die rol heel veel dingen gedaan in het onderwijsveld, digitalisering in het onderwijs. Dus bezighouden met vraagstukken hoe ICT het onderwijs vooruit kan helpen. In wat voor hoedanigheid heb je dat dan gedaan? Vanuit welke rol? Vanuit de rol van consultant. Dus bij diverse projecten, bij onderwijsinstellingen. Maar ook bijvoorbeeld voor de educatieve uitgeverijen, voor Kennisnet. Dus je kent de wereld? Ik ken de wereld, denk ik. En ja. Hoe is het gesteld met ICT in het onderwijs? Steeds beter. Ik denk dat ICT niet meer weg te denken is in het onderwijs. Dat de meeste scholen ICT ook wel echt in het primaire proces, dus in het lesproces ook inzetten. Alleen de manier waarop en de mate waarin, dat verschilt wel heel erg flink van school tot school. En ik denk dat daarmee nog wel echt een stap gemaakt kan worden om digitalisering op alle scholen op een goede manier in te zetten. Waar ligt dat aan, dat het op de ene school veel beter geregeld is dan op de andere? Aan verschillende factoren. Soms is het afhankelijk van het enthousiasme van één willekeurige leraar. Die een voortrekkersrol vervult binnen de school. En dat zagen we jaren geleden, dat op die manier voorhoede scholen ook echt voorhoede scholen werden. Het kan ook te maken hebben met de onderwijsvisie. Er zijn scholen die zich echt richten op veel digitaal onderwijs. En scholen die daar bewust voor kiezen om dat niet te doen. Is dat goed dat het zo divers is? Of zou dat meer op een algemeen niveau getrokken moeten worden, minimaal? Nou, diversiteit in de manier waarop scholen onderwijs aanbieden is denk ik goed. Hè? Dan valt er wat te kiezen. Alleen het moet wel zo zijn dat alle leerlingen te maken krijgen met het digitaal leren. En dat ze ook hun eigen digitale vaardigheden goed ontwikkelen. Want die zijn natuurlijk wel essentieel voor de rest van het leven. Ja, je kan ook zeggen, dat doen ze al genoeg buiten school, zeggen sommige mensen dan. Ja, maar ICT-gebruik, dus gebruik van digitale devices en diensten, is niet hetzelfde als je ICT-vaardigheden ontwikkelen. Want een YouTube-filmpje kijken is iets anders dan gericht zoeken naar betrouwbare informatie op internet. Ja. Als we kijken naar onderwijs en digitalisering, hebben we natuurlijk het afgelopen jaar een soort spoedcursus gehad. Nou, in zoverre dat in één keer blijkt het hele onderwijs online te kunnen in ongeveer 3 dagen tijd, bij wijze van spreken. Hoe kijk je daarop terug op dat jaar? Wat was daar goed aan? Wat was daar minder goed aan? Hoe zie jij dat? Nou, in de eerste plaats vind ik het een geweldige prestatie van alle leraren die letterlijk in 3 dagen tijd hun onderwijs gemigreerd hebben van de klassituatie naar een Zoom-situatie. Een enorme operatie.
En zeker ook omdat die hele lockdown voorwaarden en dan wel naar school, dan niet en dan een beetje naar school, dat veranderde voortdurend. Ik zou daar zelf knettergek van worden. Ja. Dat werden de leraren denk ik ook, maar ze gingen wel krachtig voorwaarts om steeds maar weer dat onderwijs aan die leerlingen aan te bieden. Dus daar heb ik diep respect voor. Nou ja, als je kijkt naar de uitkomsten ervan, dan zie je wel dat dit digitale onderwijs op deze manier, naar mijn idee, de kansenongelijkheid heeft vergroot. En er een inhaalslag te maken is in termen van de leeropbrengst. Want het laat volgens mij in de eerste plaats zien dat alle didactiek die we gewend zijn toe te passen in een klassituatie, niet zomaar één op één naar een digitale situatie te vertalen is. Dus die digitale didactiek, die vraagt net iets anders. En die omslag, dat hebben leraren natuurlijk niet in 3 dagen kunnen maken. Is dat, vind ik wel goed dat je dat nu zegt. Want die digitale omslag, zeg maar, naar digitale didactiek, hoe gaan we dat wortel laten schieten? Want ik kan me voorstellen dat online onderwijs in welke vorm dan ook blijft bestaan. En misschien alleen maar, ik kan me voorstellen dat we mengvormen krijgen, maar dat die digitale didactiek, vind ik een mooie term, die volgens mij, was die er al überhaupt? Ik geloof niet dat ik hem verzonnen heb. En als dat wel zo is, nou bij deze dan. Maar, ja. Maar hoe geven we dat vorm? Nou, wat belangrijk daarin is, is in de eerste plaats dat er meer onderzoek gedaan wordt en dat onderzoek ook bekendgemaakt wordt naar wat zijn specifieke leeropbrengsten via digitale middelen en hoe kun je die het beste dus bereiken. Ja. Dus de kennisopbouw van digitale didactiek is denk ik een belangrijke factor. En daarnaast moet die kennis dus bij leerkrachten en leraren terechtkomen. En dat zit hem enerzijds in de lerarenopleidingen en de PABO's, waar de inzet van ICT in het onderwijs, van digitale leermiddelen, integraal onderdeel van het hele studieprogramma moet worden. En anderzijds is er natuurlijk een inhaalslag te maken met de huidige leraren die misschien daar nu nog niet zo vaardig in zijn, geen bijzondere interesse in gehad hebben om hen ook te helpen deze instrumenten op een goede manier toe te brengen. En gaat dat hard genoeg? Die beide processen, zowel op opleidingsniveau voor de nieuwe docenten en leraren noem ik maar even, en degene die al in het werkveld zitten, gaat dit proces hard genoeg? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat om te beginnen bij de leraren die al in het werkveld werken, die hebben volle roosters. En die hebben weinig ruimte om zichzelf te ontwikkelen, hebben weinig ruimte om hun lessen voor te bereiden. Dus als daar wat meer ruimte voor komt, dat is ook iets wat D66 heel graag wil. Mm-hmm. Dus die urennorm voor per leraar naar beneden, zodat de leraar meer ruimte heeft voor die ontwikkeling. En dan kan die zich ook laten bijscholen en nascholen, specifiek op dit soort elementen. Mm-hmm. En ik denk ook dat als je dan kijkt naar de lerarenopleidingen, dat er meer aandacht mag zijn voor de koppeling tussen het lesaanbod op die lerarenopleidingen en de praktijk. Dus wat hebben leraren in de klas vandaag nodig? Mm. En hoe kunnen die lerarenopleidingen daar het beste in voorzien? En wie geven die leraren in opleiding dan weer les, hè? Ja, precies. Zo kun je de keten natuurlijk steeds verder naar voren trekken. Ja, waar zit de bron van de kennis dan? Ja, nou ja, de kennis die komt natuurlijk uit heel veel verschillende hoeken, hè? Dus je kunt het onderzoek benutten naar digitale didactiek. Dus dat moet bij elkaar gebracht worden. En ik denk dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van iedereen. Wat is de rol van het bedrijfsleven? We zien steeds meer partijen, noem de Microsoften van deze wereld, de Googles van deze wereld, die ook hun oog hebben laten vallen op het onderwijs. Wat vind je daarvan? Het is prima dat zij hun ervaring met digitaal samenwerken ook willen aanbieden aan het onderwijs. Daar is niks mis mee. Ik hoor een maar aankomen. Dat hoor je heel goed. Ja. Want de maar is, dat laat de praktijk zien, dat die partijen vanuit hun grootte en hun machtspositie die ze gewend zijn te hebben, niet primair kijken naar hoe creëren we een veilige omgeving voor leerlingen. Hoe gaan we op een veilige manier om met persoonlijke gegevens van leerlingen. Gevoelige gegevens zoals leerontwikkelingen en al dat soort dingen. En wat ik een groot probleem vind, is dat partijen als Microsoft en Google bijvoorbeeld niet het privacy convenant hebben ondertekend wat in de sector is afgesproken. En daarmee beloven ze dus niet op een zorgvuldige manier om te gaan met de gegevens van leerlingen en leraren. En dat vind ik vanuit privacy perspectief een probleem. Ik vind dat ze dat eigenlijk moeten beloven en ook moeten nakomen. En er zit nog een andere kant aan, want de meeste andere aanbieders van educatieve platforms en leermiddelen,
die hebben dat privacy convenant wel ondertekend. En dan ontstaat eigenlijk ook een scheve situatie in de markt. Daar geef je al een gedeelte antwoord op mijn vervolgvraag. Want mijn vraag was, die met mijn hoofd schoot, van zijn educatieve uitgever. Dat zijn ook redelijke machtsblokken van de oudsher. Want het wordt natuurlijk altijd wel heel erg gefocust op de Googles en de Microsoft al vrij snel. Van, die zijn machtig en groot en dus fout. Maar de macht van een aantal grote educatieve uitgeverijen is natuurlijk ook al jarenlang heel groot, hè? Ja, er zijn daar een beetje twee bewegingen die elkaar naar mijn idee opheffen. Mm. Want de positieve beweging die ik heb gezien de afgelopen 10, 15 jaar... is dat juist door de toename van digitale leermiddelen en het digitale aanbod... dat er ook allerlei kleine uitdagers de markt betreden die zeggen... hey, ik zie een mooie niche, ik heb een mooi digitaal product wat in die behoefte kan voorzien. Mm. Dus ik betreed deze markt en ik wil een positie verwerven. Dus dat is een hele gunstige ontwikkeling, denk ik, voor de pluriformiteit van de markt. Dus hebben scholen ook wat te kiezen. En die ontwikkeling zie ik nog steeds doorgaan. Maar tegelijkertijd zie je ook wel dat met name aan de bovenkant van de markt, dus de grotere partijen, dat daar ook een beweging van concentratie gaande is. Mm-hmm. Dat er steeds grotere conglomeraten van educatieve bedrijven ontstaan die... allemaal onder één paraplu hangen. Dus die twee bewegingen die zouden elkaar best wel eens kunnen opheffen. En dat vind ik jammer. Mm. Want juist digitalisering zou ook een mooie hefboom kunnen zijn om een nog rijker aanbod aan leermiddelen en leerplatformen te krijgen. En als we kijken naar die leermiddelen, hè, we zien natuurlijk dat zeker de jongere generaties van deze wereld nu, die zitten op YouTube de hele dag. Die zetten VR-brillen op om in van alle handomgevingen terecht te komen en te gamen en weet ik veel wat. Moeten we die niet vaker inzetten, dat soort middelen om ook onderwijs vorm te geven? Ik ben daar niet op tegen. Dat soort middelen kunnen het onderwijs aantrekkelijk maken. Maar belangrijk is dat digitalisering geen doel op zich is. Hè? Dus als er een heldere koppeling te maken is tussen de inzet van een VR of een AR-bril in het onderwijs, als je dat goed kunt koppelen aan leerdoelen, als je daar een didactische vorm voor hebt die werkt, die iets opbrengt, die een leeropbrengst heeft... Ja, vooral doen. Mm. Maar een VR-bril inzetten in de klas omdat het zo leuk is. Mm. Ja, dat mag je best een keer doen, want het is leuk. Maar dat is onderwijs is niet leuk. Het is niet de bedoeling dat onderwijs leuk wordt. Nou, dat mag wat mij best. Ja. En dat mag ook best het uitgangspunt zijn. Ja. Maar als we het onderwijs gaan volhangen als een soort kerstboom met allemaal leukigheden, dan verliezen we denk ik zicht op waar het over gaat. Namelijk goede leeropbrengst realiseren. Maar mag ik als soort van conclusie, voordat ik nog een paar vragen aan je wil stellen, toch stellen dat inderdaad die digitale didactiek, noem ik het maar even, dus het hele didactische proces van onderwijs gaan mengen met de digitalisering van ons leven, dat dat hoog op de agenda moet komen te staan? Dat is een van de elementen. Ik denk dat wat heel belangrijk is dat... Kijk, leraren die moeten de ruimte krijgen om hun vak uit te oefenen. Ja. Die moeten daarin dus samen binnen de context van hun school goede keuzes kunnen maken. Ook over hoe ze digitalisering inzetten. Mm-hmm. En dat is ook waar D66 zich heel graag voor wil inzetten. Dat die leraren vaardig zijn. Ja, precies. In het toepassen van digitale toepassingen in de les. Ja, ja. En ook dat de voorzieningen op orde zijn. Want we zien nog steeds dat devices een probleem zijn op scholen. Maar ook bij leerlingen thuis. Internettoegang, met name breedbandige internettoegang. Is dat nog steeds een probleem? Een probleem kan zijn, ja. Mm. Nou ja, wat je met corona natuurlijk ook hebt gezien is dat bij die overgang naar het thuisonderwijs worden de verschillen van in de thuissituaties ook ineens zo heel erg duidelijk. Ja. Ik woon zelf in Amsterdam. Ik woon tegenover twee basisscholen. En aan het begin van de eerste lockdown vorig jaar zag ik dat een van de basisscholen die deelde devices uit aan hun leerlingen. Helemaal coronaproof, want toen was het allemaal nog heel spannend. We wisten niet zo heel veel van de besmettelijkheid. Mm-hmm. Dus die Chromebooks of wat voor devices het ook waren, die werden in een tasje aan een touwtje via de eerste verdieping naar beneden getakeld, zodat er ook maar geen fysiek contact was. Fase 1 corona. Ja. Ja, dat was heel bijzonder om te zien. Ja. Maar ik zag dus ook wel dat die school haar best deed om leerlingen die thuis geen device hadden, om die wel de mogelijkheid te bieden om les te volgen. Mm-hmm. Want je ziet wel dat bij sommige leerlingen moeten... daar is dan één device aanwezig thuis. En die moeten dat timesharen met broertjes en zusjes. Ja.
dan heb je toch een andere positie dan wanneer elk kind een eigen device heeft en een glasvezel in huis is. Ja. En, terwijl het fijne van een school is dat die situatie voor elk kind wat op die school zit gewoon hetzelfde is. Dus namelijk die schoolomgeving. Precies. En ik denk dat het belangrijk is, en daar willen we vanuit D66 ook ons voor inspannen, dat dat soort voorzieningen, dat zijn eigenlijk basisvoorzieningen, die moeten echt op orde zijn. En dat zijn ze nu gewoon nog onvoldoende. Hey, en dat allemaal onder bezielend bewind van een in samenwerking met een minister van Digitale Zaken? Wat mij betreft wel, wat D66 betreft wel, ja. Ja, want het hele probleem van het digitale domein in onze samenleving, dus breder dan onderwijs, is dat er een enorme ontwikkeling gaande is met uitdagingen die we net al beschreven in het onderwijs van grote techbedrijven die behoorlijk veel macht en invloed hebben en daar weinig verantwoording over afleggen, weinig democratische controle op hoe de dingen lopen daar. Dat is een probleem. Daarnaast vind ik dat onze eigen overheid ook best wel behoorlijk gulzig is als het gaat om het verzamelen van gegevens van burgers en het doen van allerlei analyses daarop met algoritmes waarbij je mensen bij voorbaat schuldig maakt. Ja, er zijn al een paar voorbeelden van bekend inmiddels. Ja, inderdaad. Een toeslagenaffaire bijvoorbeeld. En een van de grondbeginselen van onze rechtsstaat is dat mensen pas schuldig zijn als dat is aangetoond. Ja. En om iedereen bij voorbaat schuldig te verklaren en dat als argument te gebruiken om maar heel veel data te verzamelen, dat vind ik echt niet oké. En om daar nou wat meer sturing en richting aan te geven, is het belangrijk dat het kennisniveau binnen onze overheid van digitale toepassingen vergroot wordt, dat er meer continuïteit zit, meer vanuit een eenduidige kader gewerkt wordt. Mm. En de minister van Digitale Zaken, die zou bij uitstek die rol hebben, denk ik. Zou die voor jou zijn? Ik wil heel graag de Kamer in. En dan ga ik in de Kamercommissie Digitale Zaken kritische vragen aan deze minister stellen. Ja, wil je geen minister worden ooit? Ooit, dat is dat weet ik helemaal niet. Wat zijn je persoonlijke ambities? Ik heb in mijn carrière heel veel gemeanderd. Ik heb veel verschillende dingen gedaan. Dat geeft me een hele rijke ervaring die me waardevol maakt als Kamerlid. Maar ik heb geleerd om daarin soms ook maar eens gewoon mee te bewegen met wat het leven zich aanbiedt, wat het leven je aanbiedt. Mm-hmm. En nu ligt het Kamerlidmaatschap voor me. Daar heb ik ontzettend veel zin in om daar 4 jaar lang flink de schouders onder te zetten. En daarna zien we wel weer verder. Dan kom ik graag over 4 jaar uitleggen wat ik dan van plan ben. Bij deze afgesproken. Dankjewel Lisa voor het gesprek. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken naar weer een video in de serie Brains. En wil je meer gesprekken zien? Ga dan vooral naar brains.nl. Voor nu dankjewel voor het kijken. Hoi.